Voor bakker Kees Blanke breken drukke tijden aan. Hij neemt de kijkers van RTV Krimpen de Waard graag mee in het proces van boterletters en pepernoten. Het pepernotendeeg. Het pepernotendeeg is een echte koekdeeg. Het wordt eerst gekookt in een grote kookketel. Dan mengen we dat met de bloemen en de kruiden. Dat moet dan ook een dag rusten, zodat de kruiden lekker in het deeg kunnen trekken, waardoor er weer wat meer smaak ontstaat. En dan de volgende dag kneden we het deeg weer aan. Dat verwerken we dan via deze machine die mijn oompje ontworpen heeft. Deeg perst, of de machine perst het deeg eigenlijk door de trechter heen. Als ze uit de machine komen, dan moet er nog een lossingsolie overheen. Dat is een plantaardige olie die zorgt dat de deegstukjes niet aan elkaar komen te zitten. Het verschil waar vaak over wordt gediscussieerd tussen kruidnoten en pepernoten is dus dat deze pepernoten gemaakt worden van echt goed deeg, van echt kookdeeg. En kruidnootjes, dat zijn die kleine speculaasbolletjes eigenlijk, zoals je ze in de winkels ziet liggen. Nou, dit zijn onze pepernoten. Na het bakken moeten we ze lossen, anders gaan ze aan elkaar vastzitten. Dan doen we in dit grote hok. Dan kunnen ze lekker uitwasemen. En dan hebben we weer plek voor de volgende serie. Zoals je ziet zijn het er aardig wat. Sinterklaas is meestal heel tevreden met ons. En ook de groothandels en de marktmensen in de buurt die komen onze pepernoten halen. Dit is voor de laatste pepernoten die aan elkaar vast blijven zitten. Gebruiken we gewoon een grote hark. We beschadigen de pepernoten niet te veel. En dan worden ze wel mooi gelost. We beginnen met boterletters altijd met de korst. De korst wordt uitgerold. En dat doe je altijd in kleine stapjes, zodat je de laagjes tussen de boter en het deeg niet te veel... Om er zoveel mogelijk uit te halen, leggen we de korst altijd een paar keer goed weg. Zodat je mooie rechte plakken krijgt. Een klein beetje bloem, zodat hij niet gaat plakken. Als je maken de binnenkant van de korst altijd vochtig, zodat die goed blijft plakken aan elkaar en aan de spijs. Dat zijn allemaal onderdelen die toch ook wel heel belangrijk zijn. Wil je net iets te veel vocht of net iets te veel bloem, dat kan het verschil maken in je eindproduct. Nou, hier zie je dat de banketbakker hem nog even op een goede lengte rolt. En daarna vormt. Het is niet de eerste die in elkaar rolt. Een van de laatste dingen die je altijd moet doen is natuurlijk de boterletter insmeren met ei. Zorg ervoor dat hij een lekker glimmend en knapperig korstje krijgt. Niet geheel onbelangrijk klusje, omdat het ei eigenlijk niet op de plaat ernaast of in de lijn hier mag komen. Dan gaat er tussen deeg zitten en dan kan de boterletter openbakken. Als de banketbakker de
boterletters gevormd heeft, dan moet de korst tegen een half uurtje rusten. Zoals je ziet hebben we net natuurlijk een paar keer door die uitrolmachine heen gehaald. En anders gaat hij heel wild bakken, zoals ze dat dan noemen. Na een half uurtje rust smeren we hem twee keer met ei. En dan gaan ze de oven in, een half uurtje. Totdat ze goudbruin zijn. Nou, ze hebben nu 17 minuutjes in de oven gezeten. En dan draai ik ze eventjes. En dan gaan ze nog een goede 10 minuutjes terug. Ze hebben nu krap een half uur gezeten. En dan zien ze er zo uit. Goed, nou dit is hem dan. De boterletter M. Kakelvers. Eet smakelijk.